In de speciale finalistenvideo's kijk ik met jullie terug naar het afgelopen seizoen. Ik bespreek de top 10 molacties, de top 3 anti-molacties en de beste hints naar de finalisten. Dit doe ik zodat jij nog een betere keuze kunt maken tussen wie van de 3 nou de mol is. Laten we dus maar snel gaan beginnen met deze finalistenvideo. Yo mensen, welkom weer bij deze nieuwe video. En in deze speciale finalistenvideo bespreek ik met jullie verdachte dingetjes naar Kim Lian als mol zijnde. Laten we dus maar snel gaan beginnen met de top 10 molacties naar Kim Lian. Molactie nummer 1 is een hele bekende en dat gaat over dat Kim tijdens de opdracht binnen en buiten bereik uit een fles drinkt die gevuld moest worden door de kandidaten waardoor er geld werd verdiend. Dit is een hele opzichtige hint en zat vol in de montage. Erg verdachte molactie dus, als mol zijnde. Hey guys, doe dat bestek even beter. Godzamer. Dan gaan we door naar molactie nummer 2. En die gaat over dat Kim een modderbad nam tijdens een opdracht. Als mol ga je natuurlijk lekker veel tijd rekken. En een modderbad komt daar natuurlijk goed van pas. Een mol houdt ook in het echte leven van modder. Dus ook weer een hele goede klassieke molactie van Kim Lian. Ik loop voor iemand. Wat was jouw informatie nog een keer? Oh, weet je hoe duur dit is, dit spul, als je het in een potje moet kopen? Molactie nummer 3. Dat gaat over bijbel nodig. Kim twijfelt over dat Letitia zegt dat er een bijbel nodig was. Voor de foto die ze moesten maken in de derde opdracht van aflevering 3. Uiteindelijk moest er ook een bijbel op de foto, maar die stond er ook helaas niet op. Met de witte kap moest een bijbel zijn. Op zich kon ik eigenlijk ook wel de details goed onthouden. Ik heb een boek. We hebben nog een bijbel nodig. Oh ja? Je hebt helemaal geen bijbel gezien. Ik heb zeker een bijbel gezien. Okay. Molactie nummer 4. In dezelfde opdracht als de vorige molactie herkent Kim Lian de Zweedse vlag niet. Die Freesia en Thomas samen hebben gemaakt door middel van een fototechniek. Het was best wel duidelijk te zien, maar zij herkende haar eigen landvlag niet. Wat haar natuurlijk ook wel weer een stukje verdachter maakt. Ik ben denk ik dan met die wilde haren. Ik twijfelde met ook de zang zou ik ook kunnen zijn. En met een aanwezigheid en zo. Maar dat haar voor mij zit soms ook heel veel. Oké. Ja. Staat genoteerd, dank jullie wel. Molactie nummer 5. Kim maakt een andere beslissing in de opdracht met de beelden. Dus met de beelden die ze moesten sjouwen, verslepen naar een andere plek. Kim zorgt namelijk voor dat de groep kiest voor alles of niks. Dus voor 2000 euro of voor 1500 euro konden ze kiezen. Dus door Kim besloten zij om voor 2000 euro te gaan. Hierdoor kan er natuurlijk ook meer fout gaan. Uiteindelijk is dit niet gebeurd. Maar als dit was gebeurd, dan was dat Kim haar fout geweest. En dan was het een hele goede molactie geweest. Dit kan natuurlijk gewoon een mislukte molactie zijn van Kim Lian. Beter wel gewoon iets, toch? Dan gebaseerd op hoe slecht we sommige opdrachten hebben gedaan. Misschien beter voor het beter om niet voor perfectie te gaan, maar voor een zeventje. Better safe than sorry. Wat vind jij, Kim? Nou, ik vind eigenlijk dat we best wel veel geld al hebben verdiend deze aflevering. Dus misschien kunnen we een keer iets meer risico nemen. Molactie nummer 6. Gaat over de schapen. Tijdens de opdracht met de schapen wil zij samen met Freesia veel schapen in één hok duwen. Maar helaas zaten daar natuurlijk heel veel verkeerde schapen bij. De opdracht was namelijk bijna afgelopen en toen besloten zij samen om al die schapen in één hok te doen. Maar zoals ik al zei, zaten daar heel veel verkeerde schapen bij. En de verkeerde schapen telden allemaal mee voor min geld. Voor elke verkeerde schaap kwam er meer min geld bij dan dat er te verdienen was met een goed schaap. Dus uiteindelijk hebben ze meer min geld verdiend en minder plus geld verdiend. We gooien ze allemaal wel van elkaar. Gooi ze allemaal in één hok, we hebben nog één minuut of zo. Nee, we gaan ze niet in één hok gooien. Jawel, dan hebben we tenminste iets. Nu hebben we helemaal niks. Meerderheid is Kim Lian, dus zet ze in het Kim Lian hok. Ja, kom, het zal wel, jongens. Echt, want dan hebben we nog kans op geld. Dan molactie nummer 7. Kim gooit in de groep dat de kleden die op de grond moeten liggen, in de breedte moeten liggen. Dat was bij de opdracht met al die kleedjes uit de stad halen en er zo lange lijn van maken. Maar Kim die zegt dus dat in de breedte moet liggen, terwijl Rick dat nog nooit heeft gezegd in zijn uitleg. Je moest echt van stoep naar stoeprand. Dus het was belangrijk dat de hele straat gevuld was. Dan molactie nummer 8. Deze kent eigenlijk iedereen ook wel. Dat gaat over het geld achterhouden in de opdracht hoogspel spelen.
Kim wilde een paar verdachte kandidaten testen door €250 achter te houden samen met Hila. Tenminste, dit zegt ze natuurlijk in haar biecht. En vervolgens geeft ze na dit gesprek over de €250 nog steeds niet het geld. Uiteraard heeft ze het geld tot nu, aflevering 9, nog steeds niet in de pot gegeven. Letitia laat heel trots zien, kijk, ik heb €250. Hila laat zien, kijk, ik heb €250. En die €250 van mij, die brandt gewoon in mijn zak. En ik denk, oké, nu of nooit. En ik denk, nee, ik doe het niet. Dan komen we aan bij molactie nummer 9. Daarvoor gaan we weer naar aflevering 2 met de laser game opdracht. Als we namelijk naar een shot kijken, lijkt het alsof Kim Lian, terwijl ze duikt of tijgert, dat ze geld weggooit. Als dit echt daadwerkelijk geld is, dan is dit natuurlijk een hele goede molactie. En daaraan kunnen we natuurlijk ook koppelen dat Kim Lian heel veel heeft geprobeerd om kistjes te openen. Maar die gingen steeds niet open. Het kan zijn dat zij die ook heeft gesaboteerd in die opdracht. Dan als laatste molactie nummer 10. Het is niet echt een molactie, maar het gaat over de reactie van Kim tijdens de derde finale opdracht. Als ze het mingeld voor het eerst ziet, ze reageert hierop heel raar, heel verdacht. Want ze heeft niet echt een emotie. Everon moet soort van lachen. Dat is natuurlijk ook verdacht. En Freesia, die baalt er echt van. Dat zie je ook gewoon. En Everon ook. Goed, dan gaan we door met de top 3 anti-molacties naar Kim. Anti-molactie nummer 1 gaat over de laser game opdracht. Alweer de laser game opdracht. In deze opdracht is ze namelijk natuurlijk ook goed bezig om al die kistjes te proberen. Hiermee roept ze op om geld te verdienen en uiteindelijk verdient ze helaas niks. Maar ze heeft het wel geprobeerd. Stel ze is kandidaat, dan is het natuurlijk gewoon een hele mooie kandidatenactie. Links, kom maar kistje. Hij doet het niet, dit is niet mijn kistje. Dan anti-molactie nummer 2. Die gaat over de opdracht met de katapult en de voetballen schieten in een net. Oftewel de opdracht net of net niet. Hier gaat Kim achter Everon zitten, zodat Everon meer kracht krijgt om die bal in het net te schieten. En uiteindelijk wordt hier dus ook geld mee verdiend. Dit vind ik een hele sterke anti-molactie waarom Kim het niet zou kunnen zijn. Laat ook vooral weten wat jij van deze anti-molacties vindt in de reacties. Op een gegeven moment kwam Kim achter me zitten. En op een of andere manier, doordat zij heel veel kracht gaf, vloog die bal veel harder naar voren. Dan hebben we anti-molactie nummer 3. Dan springen we naar de opdracht waarbij de kandidaten elkaar moesten vertrouwen met de zandzakjes. Dus ik gooi een zandzakje neer op geld of op jokers of op vrijstelling. Hier zien we namelijk dat als Welmoed haar zakje op het geld gooit, dat even later in het shot erna, dat Kim eigenlijk tegelijkertijd met Welmoed het zakje laat vallen op geld. Als Welmoed het zakje niet had laten vallen en Kim wel, dan hadden we sowieso al een hele goede anti-molactie naar Kim gehad. Als kandidaat wil je geld en als mol wil je gewoon geen geld. Dus stel je bent een mol, dan ben je misschien een Freesia die samen met Letitia allebei een vrijstelling verdienen voor zichzelf. Goed, dan nog de 3 beste hints naar Kim Lian als mol. Allereerst hebben we natuurlijk de maskerhint. In augustus postte de regisseur van Wie is de Mol namelijk een video waarin we een masker zagen en daarmee tekst. Die ons duidelijk maakte dat er een livestream kwam op 28 augustus 2021 om 8:30 s'avonds. En vervolgens hebben we dit masker in Photoshop gezet, hebben we het belicht. En toen kwamen we erachter dat Kim Lian achter dit masker zou zitten. Het kan natuurlijk een misleiding zijn van de makers. Maar ja, de makers die weten natuurlijk nog niet wie de winnaar wordt. De makers weten niet wie Phyllis een finalist wordt. De makers weten alleen wie de mol is. Dus waarom zou je als makers zijnde Kim Lian random achter een masker gooien? Dan zou het dus gewoon heel goed kunnen zijn dat Kim Lian de mol is. Dan als tweede de hint die gaat over de mol is in ons midden. Rick zegt dat dit seizoen best vaak de mol is in ons midden. Daarnaast ook bij de opdracht waarin de kandidaten met de echo-cirkel zinnen moesten en woorden moesten overbrengen naar de ander. Daar wordt ook gezegd de mol is in ons midden.
als ze namelijk alle namen van alle kandidaten uit dit seizoen op alfabetische volgorde zetten, dan krijgen we Kim Lian die in het midden staat. De mol staat in ons midden. Dat is een erg sterke hint naar mijn gevoel dan. Tot slot een afleveringstitelhint. Deze vind ik ook heel sterk. De tweede aflevering van dit seizoen heette namelijk Zwijgen. En tijdens de test hoorden we niks van een paar kandidaten. Waaronder Kim. Zegt Kim hier dus niks als mol zijnde. En zwijgt zij dus in de test. Blijft gewoon verdacht. Ik ga spreiden op Kim. Ik ga spreiden over Sahil, Glenn, Arno. Thomas stond echt bovenaan met vlag en wimpel. Ik vind iedereen verdacht. Ik weet uit de vorige test dat toch tunnelvisie een klein beetje op de loer ligt. Goed, ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze video. Maak je keuze tussen de drie finalisten heel goed. Want je kunt je keuze natuurlijk maar één keer maken. Morgen zal de tweede finalist aan de beurt zijn. Dat ook de tweede finalist gaan behandelen in zo'n soortgelijke video. En dat is Freesia. Abonneer voor meer als je meer video's van dit soort dingen wilt zien. En dan zie ik je morgen weer. La.